29 september was het weer volle bak in de telefooncentrale. De gemeente had een netwerkbijeenkomst voor ZZP'ers georganiseerd met de mogelijkheid om diverse workshops te volgen. Nou kijk, de gemeente doet dit omdat wij willen investeren in de economie. Wij doen dat heel vaak ook in het bedrijfsleven. De ZZP'er van tegenwoordig is een, ja, vind ik soms wel een vergeten groep. En we willen ook met de ZZP'er in discussie gaan of de gemeente nog wat voor hen kan betekenen. Club Kaas verzorgde de workshops Samenwerken. De eerste werd gegeven door Mark Nieuwenhuizen. Het begrip ZZP is prachtig, maar het is natuurlijk wel alleen op je zolderkamertje zitten. Maar een deel van mijn verhaal was ook van, joh, kijk naar de dingen waar je niet goed in bent. Waarom zou je die als ZZP'er altijd zelf blijven doen? Die geef je graag uit handen. Neem vooral de tijd om te doen waar je goed in bent. En laat de dingen waar je minder goed in bent, hè, van wat ik in het verhaal noemde, de 1% inspiratie en 10% of 99% transpiratie. Van dus zorg ervoor dat die 99% transpiratie gedeeld wordt en kleiner wordt. Ben jij een vader naar je klanten toe? Of ben je een oom? Of ben je een zoon? Dat zijn dus type relaties die we goed kennen. En je weet dat een oom een hele andere band heeft met jou dan je vader of je moeder dat heeft. Je moeder is zorgend. Je vader is juist misschien meer stimulerend. Maar samenwerken betekent ook goed in kaart brengen wat je van elkaar mag verwachten. En dat vastleggen. En daar heeft Jocelyn Tophoff dagelijks mee te maken. Samenwerken moet je vooral doen. Het is goed. Het is goed voor de economie. Het is goed voor de ondernemers zelf. Er is geen beste of goede manier, maar regel je zaakjes van tevoren goed. Veel gemaakte vergissing is dat mensen hun afspraken toch niet op papier vastleggen en hun verwachtingsmanagement eigenlijk niet op orde hebben. Dus eigenlijk wat de bedoeling is van de samenwerking, dat is niet goed vastgelegd of niet goed gecommuniceerd. Ja, dan krijg je later misverstanden en dan zou het mis kunnen gaan. Maar we gaan natuurlijk uit van goed samenwerken en winst en positieve resultaten. En dat kan vrij eenvoudig via een coöperatie. Een coöperatie is een relatief makkelijke manier om samen te werken en optimaal rendement te behalen zonder dat het al te knellend wordt. Je hebt wel te maken met statuten, daar moeten de dingen goed in geregeld zijn. Maar als de zaken in de statuten goed geregeld zijn en daar heb je over nagedacht en met z'n allen bij voorkeur, dan kun je inderdaad heel veel doen en heel veel laten. Want je hoeft natuurlijk niet helemaal, je hoeft niet, want daar beginnen we dan toch maar even mee, je hoeft niet meteen een soort ondernemingachtig ding, vehikel op te richten. Dat hoeft niet. Je kan ook met elkaar een samenwerkingsovereenkomst afspreken. We zeggen, we doen dit project, doen we samen.